ontwerpwetovereenkomst inzake handels- en economische samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije is gisteren met algemene 33 stemmen goedgekeurd door de Nationale Assemblée. Deze wet moet de samenwerking tussen beide landen intensiveren. Volgens minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, die namens de regering het woord voerde, zal Suriname met deze wet meerdere voordelen hebben. De oppositie daarentegen heeft zich zeer kritisch opgesteld bij de behandeling van de wet. Ik heb de regering niet horen zeggen over waar willen we bijvoorbeeld uiteindelijk naartoe. Willen we gaan naar een belastingverdrag met Turkije? Omdat deze vraag al eerder gesteld is geworden in het kader van bespreking van OP. En daar zie je die inconsistentie van deze regering. Men heeft geen vaststand beleid. If we can't find money, na kondre dat is dan melongo dape. Wat ik heel erg vind, is dat we praten over economische diplomatie. Maar tot op heden is het niet duidelijk door deze regering hoe zij economische diplomatie definieert, hoe zij het operationaliseert en hoe zij het meetbaar maakt voor die samenleving en voor de wereld. Minister Welzijn benadrukt dat de wet een raamwerkovereenkomst is. Hij stelt dat het daarom duidelijk moet zijn dat de voordelen niet meteen merkbaar zullen zijn. Staat de plafeer met een raamwerkovereenkomst, zowel voor de regering, de ondernemers als de burgers de weg om verdere samenwerkingsmogelijkheden te identificeren en daaraan invulling te geven. Het land waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten, spoort haar burgers aan om aan die samenwerking invulling te geven. Het zal dus inderdaad een tijdje duren voordat het voordeel, de vruchten uit die overeenkomst te zien zullen zijn. Minister van Handel, Industrie en Toerisme Ferdinand Welzijn. Hij sprak gisteren tijdens de behandeling van de wet overeenkomst in zaken handels- en economische samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije. De wet is met algemene 33 stemmen goedgekeurd.